Hey, en wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe Harry Potter game met Ivar. Is deze jongen excited? Nou, en of, want we gaan namelijk starten met een nieuw seizoen, seizoen 8 alweer. En ja, het spijt me om te zeggen, maar dit is de laatste PC-game van Harry Potter die we gaan doen. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar het is wel de laatste in de reeksen die we hebben gedaan. De games die gebaseerd zijn op de films. En we gaan beginnen met de laatste. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Net als de vorige helaas niet in het Nederlands, maar wel in het Pools beschikbaar. Dus ik heb hem in het Pools geïnstalleerd. Nee, natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar het had... op zich wel lachen geweest. Maar dat doen we niet. Nee, ik heb de Engelse geïnstalleerd en we gaan deze spelen. Ik heb er heel veel zin in. Deze is eigenlijk wel net zoals de vorige game. Alleen waar ik bij de vorige game enorm aan ergerde. En dat heeft dan veel te maken met de besturing en met spreuken. En hoe sommige spreuken werken en hoe je switcht tussen spreuken. Hebben ze heel veel opgelost in deze game. Je kan namelijk lopen met je Protego. Dat je Protego doet. Normaal sta je dan vast. En oh my god, what's happening? En dan nu heb je een Protego, maar kan je blijven lopen? Dat is 10.000 keer chiller. Jongens, echt kijk. Dit is ook zo goed ontworpen. Dit had gewoon een fucking filmposter kunnen zijn. Na geanimeerde, bij de allereerste games, alleen maar die geanimeerde voorkant, hebben we nu een full cover. Nou, dat is al een tijdje. Sinds games 4 is dat eigenlijk al. Maar goed, ik vind deze gewoon heel episch. Was dat WhatsApp? Het spijt me zeer. Maar hebben we er zin in? Doe dan alvast een duimpje omhoog en laten we beginnen. I'm so excited, and I just can't hide it. This game saves data automatically at certain points. Do not switch off the power when autosave is in the indication is present. Ja, dan gaat dat ding draaien en dat betekent dat we een saving point hebben. Maar dat weten we nog allemaal, want het design en de meeste functies zijn allemaal meegenomen vanaf de vorige game. Dus let's continue. Dit is zo fucking HD. Echt, ik haal bijna mijn ogen open aan de scherpte van deze intro-animatie. En I love this intro-animatie. It's my five. En de muziek is zo Harry Potter. Oh my god. Op de dag dat ik dit opneem is 100 dagen voordat de Fantastic Beasts and Where to Find Them uitkomt. De spin-off van Harry Potter. En oh my god, ga daar games van maken. Want dan kan ik die ook spelen. En daar heb ik nu al zin in. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Do we love it? Do we love it? Ik moet plassen. Dan maken we nog even een foto voor de Instagram. Oude wijze monnik zei ooit tegen mij. Wat moet, dat moet. I'm so excited en ik hijs mijn broek op. Het gaat gebeuren. Jullie hoeven niet langer te wachten. De plaspauze is ingelast. De drinken staat... ingelast is geweest. Het drinken is... en de ballet. En nou ga ik enter drukken. En let us be excited by excitement. Dag logo. Het kasteel van koning Samson staat een mandje op de troon. In het kasteel van koning Samson is dat doodgewoon. Het is het allerleukste plekje waar jij ooit bent geweest. In het kasteel van koning Samson is het feest. Nee, dit slaat nergens op, maar als je Samson en Gert van vroeger kent, dan ken je dit liedje. Hey, er zijn blijkbaar modes. We hebben story, challenge mode en story mode. Natuurlijk gaan we story mode doen. Dit is zo geniaal aan dit spel. Ik heb dit spel vaak gespeeld, echt super vaak, want deze was zo leuk. De vorige heb ik 1 keer gespeeld ooit, maar deze 2 keer. Misschien wel 3, misschien wel 4. I don't even know anymore. Maar dit kasteel is nu heel mooi. En naarmate je verder komt in de game en je start het spel op, volgens mij was dat zo. Misschien lul ik nu en anders hadden ze het moeten doen, want het is geniaal. Zie je dat kasteel ook steeds meer afbladen. Het is hartstikke leuk. Oh jongens, leuk. Dit, wat is leven toch een fijn iets, hè? Oh, new game, please. Please. A normal advanced expert. Now, let's go for normal, please. Keep your head down. Crucio? Dat is een spreuk. Dat mag niet, dat doet pijn. Spannend. Waar gaan we beginnen? Volgens mij in de caves. In de caves van, hoe heet het nou? Gringotts. De bank. Expelliarmus doesn't cause damage, but it can use to break an enemy's protego. Oké, belangrijk om te weten. Expelliarmus gebruiken om iemand anders protego even helemaal weg te nagelen. Moeten we onthouden, want dat betekent dat dat ook tegen ons kan worden gebruikt. Nou, dit moet lang laden op mijn PC. Dat is, To destroy Voldemort, Harry run. Harry Potter must find and destroy the Dark Lord's remaining Horcruxes and titles that company pieces of Voldemort's souls. Now that Voldemort has found the power of the Elder Wand, Harry's quest has become even more dangerous. Ja, want Voldemort heeft natuurlijk de sterkste toverstaf ter wereld gevonden. Dat hebben ze in de game totaal niet verwerkt of zo, maar dat weet je. Oh, kijk. Kijk, deze framerate ook. Worden we hier gelukkig van? Worden we hier gelukkig van? Wie roept er ons? Ja, gelukkig. Deze animatie is zo goed gedaan, want het ziet er zo uit als in de film. Voldy Poldy. Oh, ze verwerken het toch. Kijk, hier jat hij de Elder Wand. De wand
De wand die hartstikke krachtig is. En wat natuurlijk uitgelegd is in de vorige game. Je weet nog, de Deadly Hallows. Dat is één van de Deadly Hallows. I need to get inside Gringotts Bank. Into yeah, we do. Boss. We do. It is impossible. Alone, yes. With you, no. The Sword of Gryffindor is my prize. Oké. Ja, ze heeft Polyjuice Potion op en nu is ze dus even Lestrange, Bellatrix Lestrange, zodat ze in haar vault kan. Slimme Hermeline die dat heeft bedacht hoor. Goed gedaan. Ach, ik vind het zo fijn. Ik vind het zo leuk. How may I help you today? I wish to enter my vault. Would you mind presenting your wand? And why should I do that? Het is een flinke intro, dat wel. Mine is an imposter. We've been warned. Imperium. Ja, ik weet alweer waar we beginnen. We slaan dat hele stuk over en we moeten straks ontsnappen uit Gringotts. Oké, nu gaat het gebeuren. Nu breekt de pleuris uit. Nu gaan we spelen. Nu zijn we gelukkig. Ik wil wel even mijn neus snuiten. Want deze jongen is aan het recoveren van een pijholtontsteking. Oké, we gaan lopen. Wacht jongens, ik ben mijn neus gaan snuiten. Wait for me, bitches. Oké, ik kan gewoon lopen. Dat is nieuw. Is shift rennen? Shift is niet rennen. Maar misschien komt het straks. Kan ik al toveren? Heb ik al spreuken? Ik heb nog helemaal niks. Look around. And using the mouse. Yes. Oké, ze leggen eerst alles lief uit. Dat is goed. Look around. Krijg ik een spreuk zo? I need it. Nou, we zijn hier dus in Gringotts. Isn't it beautiful here? I want to go on vacation here. I want to go camping. I would have to go camping here. Objectives are shown with the glowing masker press. Tap. Oh, moet ik hierin gaan staan? I can't remember this. Oké. Retrieve the Horcrux. Ja. We moeten naar de Strange Vault. Checkpoint. Oh, nou, dat was al ons eerste saving point. Dat betekent dat er hier de pleuris gaat uitbreken. Don't we love some pleuris? Oh, I remember this. Dat is zo lang geleden. Get into the glowing marker. Oké. Rustig, maar Ron, je staat aan de weg. I'm in the marker. Ja, en nu? Oeh, er komt een trein. Oh. Waarschijnlijk als ik hier van achter kom, dan breekt de pleuris uit. Dus laten we dat maar niet doen. Ben ik al toveren? Ik wil toveren. Ik ben een echte tovenaar. Ik zie die andere glowing dingen. Volgens mij is dat voor side stories, maar daar heb ik helemaal geen zin in. You've gained stupefy. Eindelijk. Oh. Bam. Kijk. Oh. Kijk, mijn stupefy ziet er veel beter uit. Kom dan, bitch. Kom dan. Ja, en nu? Ja, maar kan ik niet sneller rennen? Is er niet een snelle ren? Hermeline. Oké, rechtermuis komt, dan zoomt hij in zodat het beter kan dealen met de situatie. Oké, en nu? Oh, we hebben geen voor. We hebben niet meer dat gebeuren dat hij. Hallo Hermeline. Oeh, Hermeline gaat over. Maar we hebben niet meer dat we zo'n ray of light krijgen om te volgen. Wat gaat er gebeuren, Hermeline? Heb ik al een protego? Want die heb ik echt nodig. Oh, goed zo, Hermeline. Je bent een goede tovenaarin. Luik hier hoor. Hide from the upcoming. Oncoming minecarts? Oké. Oh, volgens mij moet ik hierachter. Oh ja, anders zien ze ons, hè? Dat is niet de bedoeling. Spannend. Oké. Ja, jongens, niet zo snel. Jullie sprint to the tunnel and avoid the next minecart. Oh, okay. I'm running. Ga al. Fight the tunnel guards. Oké, I can do that. Bam, bam. Oh, dit ziet er beter uit, jongens. Dit ziet er gewoon beter uit. De graphics zijn zo fijn. Goede graphics is iets wel waar ik een soort van waarde aan hecht. Heb ik Protego al? Nee, ik heb alleen Stupefy. Er zitten hier zulke krankzinnig, nice, epische spreuken in. Jullie gaan genieten. En ik doe dat nu al. Oké, waar is de vault van Lestrange? Waar is trouwens meneertje Green, meneertje Gringotts, meneertje... Juist, ja, hoe heet die nog weer? Griphook. Waar is Grabhawk? Kijk hoe episch mooi dit hier is. Stop. What is causing that smoke? Ik doe tap hoor. Mijn tap appears, press it to look. I don't think so. Tap, ik druk op tap, lieve schat. Zullen we deze kant op? We gaan gewoon deze kant op. Ik vind het prima. Gaan we hier een epische battle houden? Ik ga helemaal doodschieten. Dit is nu al fijner. Sowieso, je hoeft niet heel erg... Stop where you are! Ik weet niet of dit nou de bedoeling was, maar ik schiet er helemaal de herpespleuris in. Kom hier dan. Oh ja. Bam, bam, bam. Die, bitch, die. Ah, zo, dit is zo lekker. Dit speelt zo lekker. Ik denk dat we naar die deur moeten, hè, Hermeline? Zal ik wel weer het voortouw nemen, schatabout? Het zou toch fijn zijn dat in de laatste game Hermeline niet in tijd is. Hallo, Amora. Hallo, Amora. Een spreuk die nooit oud wordt. Checkpoint. Wow. Protego.
Protego is toch altijd... Protego. Wat is Protego? Protego! Wow! Kijk hoe die eruit ziet, man! Godverdomme! Sorry. Sorry, dat wou ik niet zo zeggen, maar... Jezus, wat goed! Gebruik geen God, gebruik wel Jezus. Dit is toch een improvement van je wel. Kijk eens, Protego. En je kan nog lopen. Oh, de hemel, mensen. En Shift, Shift is Protego. Dat is fijn, want het is niet spatiebalk nu. Ja, maar nou kan ik gewoon naar hem toe lopen. Met mijn Protego. En het geluid wordt ook gemoffeld als dat gebeurt. Ik vind het zo nice, Ja, schiet dan. Bam, bam, bam. En nou, bam, 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 bam. Daar ga je, banaantje. Nice use of Protego, mate. Thanks, Ron. Ron. Wat nou, Crucio? Get some... Crucio mag niet. Jullie zijn allemaal onder invloed van Voldy. In de rug, kaptein. Wow. Oh, ik ga al, ik buk al. Wow, rustig, G. Die. You... Oh, er komen er veel. Geef me nog een spreuk. Hahaha. Dit is nice. Oh, dit speelt zo fijn. Ik ga hier staan, oké. Stupefy on your anus. Zo. Mijn Stupefy is hier wel een stuk nicer dan in de vorige game. Zo, jij weg. Fucking nice. Oh, nog meer. Zo, Ron, inderdaad. Do you call yourself security? Slappe, hap. Wat gaat gebeuren? Watch out, Ron. This bridge doesn't look very stable. Het gaat sowieso breken, dat kan niet anders. Dat is al een beetje obvious. Oh nee, we're separated. Het ouderwetse thema. Honestly, Ron. It's no use, Harry. We'll go on ahead. See if you can find another way down. I will. Ik heb in de hele reeks 8 seizoenen niet heel veel aan jullie gehad. What is this lag all about? Oh, ik dacht ook. Protego! Ik moet die kant op in ieder geval. Maar ik wil mijn Protego gebruiken. Ik ben zo bang dat iedereen mee kan afhalen. Nee, dat wil ik niet. Help Ron en Hermione. Oh, mensen gaan... Oh, ik help jullie vanaf hier. Ga lekker even sterven. Oh, oké. Als ik te veel schiet, dan wordt hij inaccuraat. Oh, kijk, dat dingetje wordt groter. En dan wordt hij weer kleiner. Als hij groter is, dan schiet ik steeds minder. Kijk, want nu schiet ik all over the place. Heb ik jullie goed geholpen zo? Oh, er komen er meer. Gezellig. Zo, best annuleren, hè. Zo, op je hoofdje. Kan ik je petje eraf schieten? Zo, nog iemand. Eentje. Die. Stupefy is more effective on close range, I know. Stay in position on the bridge to help Hermione. Okay. Oh! Ouch! That's not very good. We zijn wel weer op gelijkvloers. Maar nee, jij, ja, bitch! Kom je halen. Het zou fijn zijn als Harry iets sneller kon rennen, maar dat kan hij niet. Ja. Bam. Jij, bam. Dit vecht heerlijk, jongens. Koop deze game. Of win hem aan het eind van deze reeks, serie, seizoen. Hey Ron. Ik vind het wel dat we een vriendschap opbouwen op deze manier. Ik help je wel. Zo. Thank you, Ronald. Weasley. Gaan we door? Kunnen jullie ook al Protego? Hermelini Pini. Komen er nog mooie bitches? We moeten waarschijnlijk naar die deur. Maar ik verwacht nog een ambush. Ik ben een hele goede gamer, jongens. Jullie krijgen mij niet zomaar onder zeil. Al kan je wachten tot ik die andere spreuken heb. Want die zijn zo nice. Ik ben ook blij dat er al geen dooddoeners zijn die elke keer verschijnen. Oh, we moeten... Oh nee, Hermelien gaat dood. Hermelien wordt doodgeschoten, we moeten haar beschermen. Oké, dat is nice. Je ziet bovenin hoeveel leven Hermelien nog heeft. Dus ik ga wel met een Protego voor haar staan. Even hierachter staan. Hermelien wordt geraakt. It's not okay. Hermelien schiet je op. Vraag me af, is het slim om bij Hermelien te blijven staan of hier te blijven staan en ze vanaf een beschutter dingetje te schieten? Oh, Hermelien. Oh, we hebben het gehaald. Oké, goed. Mooi. Spannend, hè, jongens. Zelfs zo. I hear a dragon. En of deze dragon ons zal doden, dames en heren. In de volgende aflevering krijgen jullie wellicht het antwoord. Hey, dit was de eerste aflevering van het 8e seizoen van Harry Potter met Ivar Game. Ja, Game 8, Harry Potter and Deathly Hallows Part 2. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet dan nog niet even om een duimpje omhoog achter te laten. Laat ook een reactie achter met waar jij het meest naar uitkijkt in deze game. En wat je het leukst vond in deze game, want reacties zijn leuk. En ik probeer af en toe ook even te reageren. Lekker tussendoor.
Hey, ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. En dan zie ik je ook hopelijk, ik hoop nogal in mijn leven, terug volgende week bij een gloednieuwe Harry Potter game met Ivar.